Maar tegen Udinese laten zijn toekomstige ploegmaats alvast zien dat ze het perfect zonder hem kunnen. Na 4 minuten Favalli naar Patu en 1-0. Udinese heeft 1 op 18, maar in het begin draaien ze wel goed mee tegen Milan. Gaetano D'Agostino met een van zijn bekende lange afstandsschoten. Abbiati met een enorme save. Maar na een kwartier is het eigenlijk al afgelopen met Udinese. Patu als een sneltrein op links. Kaká is goed gevolgd en maakt het Braziliaanse onderrondje compleet. 2-0 Milan. Het is hier al. We zitten nog altijd maar in de 17e minuut als ook Udinese scoort. Quagliarella met het listige paasje. Di Natale met de fraaie afwerking en 2-1. Quagliarella behoudt het overzicht. Di Natale scoort. Maar het is een korte opflakkering. Amper 1 minuut later duikt Patu weer op voor Handanovic. En de jonge Braziliaan maakt zijn tweede van de wedstrijd. Het is zijn 6e van het seizoen. Eerst was er Pirlo, toen kwam Ronaldinho en nu is er Beckham. Het wordt drummen om de vrije trappen te nemen daar bij Milan. Maar Andrea Pirlo laat zien dat hij zich niet zomaar opzij zal laten schuiven. Zijn vrije trap gaat tegen de paal. Seedorf benut de rebound nog voor de rust 4-1. De Rossoneri spelen met een kerstboomformatie. Bijzonder toepasselijk rond deze tijd, maar ook nog eens dodelijk efficiënt blijkbaar. David Beckham mag in de 52e minuut nog eens...